Yo kijkers van de Place, super als eens kijken deze nieuwe video. En vandaag heb ik voor jullie de vierde aflevering van de Arsenal, of is het de Arsenal carrière mode. Ik hoop dat jullie deze aflevering leuk gaan vinden. Als jullie het leuk vinden, druk even op die like knop. Abonneer als je nieuw bent en zeg tegen jullie, enjoy de video. We beginnen hier, zoals je kan zien, met een training. We hebben geen hele slechte training, maar we moeten natuurlijk blijven oefenen om onze rating steeds omhoog te halen. We zitten wel op magisch getal 90, maar het mag omhoog. Dan krijgen we een leenaanbieding van Stevenage. En zien we dat we niet mogen spelen in de wedstrijd tegen Liverpool. Dat zijn twee dingen die niet heel leuk zijn. Nou ja, Stevenage wil ik niet gaan spelen. Al wint Arsenal hier toch wel met 2-0 door goals van Cazorla en Ramsey. Het is jammer dat ik niet mag meespelen, omdat ik de laatste wedstrijden best wel veel scoorde. Dan kan je zien dat we hier in de wedstrijd komen tegen Wolverhampton. Wolverhampton is niet heel goed, maar ook geen hele slechte ploeg. Maar we zouden wel met goals moeten maken. Al begint Wolverhampton hier sterk met een volley die er net naast gaat. Maar ja, met een geniale spits zoals Megan kunnen we een mooi paasje. Zoals je ziet, een hakje, deur doorheen. En boom, pat, goal. Prachtig doelpunt met links, langs het goal, in het hoekje. Ik vind het zelf best een mooi doelpunt. En Megan heeft zijn boordje weer te pakken en kan laten zien dat hij toch mag spelen, toch moet spelen. Dan krijg je hun wel hier een bal goed door, alleen schiet ze dramatisch over. Want het is nog steeds Wolverhampton. Toen dacht ik hier, ik ga gewoon even scoren. Nee hoor, hij mist. Hij schiet tegen tegenstander aan. Dat was ook volgens mij het einde van de wedstrijd voor mij. Daarna gaan we natuurlijk even een trainingssessie in, want dat is het belangrijkste van een player career mode, dat je omhoog gaat. Maar zo kan je meer wedstrijden spelen. En toen zag ik het al aankomen, een leenaanbieding voor jou bij Millwall. Ik dacht, nu moet ik toch echt wel een keer gaan. Het was gewoon tijd, ik mocht niet veel meer spelen. Ik klikte op bal accepteren, maar ik wilde toen wel weten wie er nou eigenlijk mijn trainer zou worden daar. Je ziet het aan mijn kop, ik kan niet liegen. Oh nee, niet jij. Niet Henk de Jong, jij bent zo slecht. Ja, wil je dat ik het in het Engels doe of in het Nederlands? Nou ja, het is een Engelse club, dus het zou fijn zijn als je het Engels kon. Very good, very well, very well. There's no problem, there's no problem. Ja, ik heb liever gewoon een trainer met wat meer pit, die gewoon bekend is over heel de wereld, die gewoon sterk is. En ik denk dat ze heel nieuwsgierig waren of ik ook inderdaad geïnteresseerd was. Kijk Ronnie, jij kan het. Jij hebt die power, jij hebt die kracht, jij hebt die... Ja, die heb je ook. De dansmoves heb je ook, joh. In ieder geval komt de eerste wedstrijd van Millwall eraan. You are a cunt. Tegen Scunthorpe. Scunthorpe United, wat is dit dan over ploeg? We beginnen wel goed. Trouwens, hier hebben we onze speler. Big Pat. Boom. Wat een doelpunt. Onze eerste goal voor Millwall. In de 17e minuut van onze eerste wedstrijd tegen Scunthorpe. Dat hier wel een grote kans kreeg, maar gewoon overschiet. En toen gebeurde dit. Dan maak je zo'n mooie panna. En dan maak je je schot zo af en dan koppen ze ook zo'n bal nog in. Ik was er helemaal klaar mee. Eerst maken ze zo dom af. En kijk nou wat je tegenkrijgt. Onze keeper die denkt, ik box hem gewoon even weg. Maar nee, hij kan helemaal niks. Gewoon Paddy Madden, wat niemand kent die gast. Dan schiet ze de bal hier wel weer vol naast en over. Ik weet niet allemaal. Toen werd onze andere spits eruit gehaald, Gregory, en waren we dus ons eentje in de spits over. Hier dacht ik dat ik nog wel een grote kans kon creëren. Ik liep helaas tegen de verdediger aan. Ik kreeg nog wel de paas. Dan lopen onze medespeler langzaam. Die schiet dramatisch mis. En volgens mij werden we daarna... Nee, we krijgen gewoon nog even een gele kaartje. Want ja, ik was gewoon helemaal klaar met deze wedstrijd. Ik was er klaar mee. We trappen onze directe tegenstander helemaal kapot. En dat is een van de laatste momenten van de wedstrijd. Het is al 90ste minuut. Misschien konden we nog een goed resultaat uit deze wedstrijd halen. Maar dat leek niet meer op. En dat ging helaas ook niet gebeuren. We konden nog een goede steekbal krijgen, maar dat gebeurde niet. En dan fluit de scheidsrechter de wedstrijd af. Een 1-1 stand. Ik weet niet of dat goed is voor Millwall. Ik hoop het eigenlijk niet. En dat ze gewoon normaal deze wedstrijden gaan winnen. Want Scunthorpe United, dat moet natuurlijk niet zo'n hele sterke ploeg zijn. Ik wil in ieder geval wel alvast gaan bedanken voor het kijken naar deze nieuwe video. Als je hem nou leuk vindt, druk dan even op die like knop. Als jullie de Arsenal Career Mode serie, of nu Millwall Career Mode serie, nou leuk vinden, ram dan ook even op die like knop. Abonneer gelijk als je daar beneden bent. En dan zeg ik tegen jullie, laat mensen.